Goedemorgen, welkom bij deel 2 van weekvlog 2. Ik ga lekker ontbijten. En wat ik altijd heerlijk vind om te ontbijten, heb ik door Dylan geleerd, is afvalbroodjes in de airfryer. Oh my god, zo lekker. En het gaat veel sneller als een oven. En dan met een plakje kaas tussen, weet je wel, helemaal lekker. Gaat niet helemaal goed. Gewoon een beetje helemaal lekker. Wacht, ik kan jullie misschien ook wel even neerzetten. Het is trouwens zo mooi weer nu buiten. En gisteren keek ik dus even op de weerdinges. En dan zou het vanmiddag echt scheidweer zijn. En ik dacht, ik wil vanmiddag foto's maken in Kampen. En tegen die tijd dat ik me helemaal heb klaargemaakt, is het toch niet meer mooi weer. Dus dat is echt kut. Want het is ook helemaal strak blauwe lucht en... Nee, dat is niet waar. Zeg ik dat? Nee. Nee, er zijn wolkjes. Maar, ja, life is echt wel... Is your life heftig? Ik doe het helemaal alsof ik een of andere gekke influencer ben, maar dat ben ik totaal niet. Ontbijtje is klaar. Ja! Lekker met gesmolten kaas. En ik heb een cappuccino, dus ik ga lekker genieten. En ik kijk ondertussen een nieuwe video van Nikki. Hallo, hallo, hallo. Ik heb mijn glamour op zitten. Oh my god, ik vind het zo gezellig. Ik heb een beetje zo'n roze, smoky look, ooglook. En verder gewoon huid heel glowy. Verder niet zoveel op. En lekker lippie. Ik heb een hele strakke knot in. Want ja, ik kon niet zoveel met mijn haar beginnen. En ik had nog geen zin om te wassen, want dat wil ik dan morgen doen. Ja. En ik... Oh, ja. Ik ben begonnen met de laatste aflevering van Temptation. Oh my god. Zo heftig. Dit is gewoon het laatste kampvuur dat we elkaar weer zien en zo. En het is helemaal geweldig. Dus dat ga ik nu verder kijken. Ik ga even lunchen. Ja, even lunchen. En ik weet nog niet precies hoe laat ik richting Kampen ga. Maar dat moet ik gewoon even kijken. Sowieso om 2 uur de trein. Dus dat is helemaal top. Helemaal prima. Zo, ik ben echt ready to go eigenlijk. Maar ik ben niet te vroeg. Top. En ik heb zoveel zin in vakantie. Echt niet normaal. Ik ben er zo aan toe om op vakantie te gaan. Gewoon lekker 2 weken. Oh, zoveel zin in. En gewoon dit weekend is ook superleuk. Want het is zondag natuurlijk moederdag. En zaterdag ga ik en Dylan dus samen met mijn moeder naar Mamma Mia. Waar ik ook echt fucking veel zin in heb. En dan, oh ja, en dan maandag op vakantie. Oh, zo lekker. Oh my god. Ik ga morgen al verder alle wasjes draaien. Dat soort dingen. Verder tas inpakken. En vanavond ga ik mijn deel 1 van weekvlog 2 afediten en uploaden en inplannen voor morgen, denk ik. Ja, love it. Ja, goed verhaal dit. Ik heb gewoon zo zin in vakantie. Ik ben gewoon helemaal aan het genieten. Nu ga ik eerst gewoon nog even naar Kampen toe. Contract tekenen en zo. En de zon schijnt. Ik weet niet voor hoe lang nog, maar ik ga er even van genieten. Nu die nog schijnt. Oh, wat fijn. Yes. Inmiddels ben ik in Kampen aangekomen en ga ik mijn contract tekenen. En ik loop weer op dezelfde brug als vorige week. Ga ik eerst even een paar winkels in, denk ik. En dan om 3 uur afgesproken. Dus helemaal top. En volgens mij, deze hele dag heeft de zon geschenen. En volgens mij gaat het nu regenen. Stop, ik denk dat ik een vloek over me heen heb zitten. Want dat had ik gisteren in Dolphins ook al. Fucking nice, love it. Echt zo grappig. Ik kwam net Jamie tegen. En daar ben ik laatst ook mee naar Amsterdam geweest. En zo zat met Deel en nog wat mensen. En die woont hier dus in Kampen. Dus die kwam ik echt heel toevallig tegen. Vet grappig. En ik was net bij de Scapino. En ik hoorde een keer dat daar, want in Dolphins is hij niet meer. Maar ik hoorde een keer dat daar super goede wielrenbroekjes waren. Dus ik ging even kijken. En inderdaad, ze zijn echt zo perfect. Oh my god, het is gewoon eng. En zo lief. Echt zo cute. Er was dus een meisje daar aan het werk achter de kassa. Dus ik reken af en ze zegt echt zo. Ik wil je echt even zeggen dat je echt super mooi bent. En toen dacht ik, oh, you're so cute. Zo lief. Maar ik ben nu bij de bestemming, dus ik ga lekker naar binnen. En dan zien jullie mij zo weer als ik buiten ben. Oké, ik ben al een hele lange tijd thuis, want het is nu 7:10. Ja,
En wat ik heb gedaan is, ik heb YouTube gekeken. Ik heb gegeten. YouTube gekeken. Ook nog YouTube gekeken. Ja, leuk hè. Maar wat ik nog even wil laten zien is wat ik in Kamp heb gekocht. Niet heel spannend, maar toch wil ik het even laten zien. Dit fietsbroekje, wielrennersbroekje, is top. Hij is van het merk, nooit van gehoord, Dutchie. Play like a Dutchie. En, ja, dus dit. En hij heeft ook zo'n leuk kruisje in het midden. Even kijken, kan ik dat laten zien? Je ziet het echt totaal niet. Maar hij is super chill. En ik heb even knokkeltest gedaan. En er zit een soort van... Het is met een soort van gouddraad gemaakt of zo. Het is een beetje een soort gouddraad. Maar de knokkeltest is goed. Dus ik ben helemaal happy. En hij is... 9 euro. Ik heb 1 euro korting, want hij was eerst 10. Oh my god. En ze hadden ook nog voor kinderen. Dus als je daarin past, scheelt het gewoon weer 1 of 2 euro. Goeie tip. Want voor mij was die dan 7 euro. En ze hebben ook nog een witte. Maar die witte vond ik risky. Dat ik dacht... Nee. Ah, no. Wat doet die? Oeh, ik dacht even dat ik zo'n haaltje had. Maar... En ik kwam bij de Zeeman. En dit vind ik toch gezellig. Ik kwam dus bij de Zeeman. Want ik zag dat ze een hele leuke soort van festival collectie achter hadden. En nu zag ik deze oorbellen. Voor 1 euro. En hoe leuk zijn deze. En super cute voor vakantie. Ja, geweldig. Voor 1 euro. Nikkelvrij. Nou, kijk. Top. Dus dat is eigenlijk even wat ik in Kamp heb gekocht. Verder. Mijn haar. Mijn hoofd. Deed zoveel pijn. Door die strakke knot. Dus ik heb nu even dit geflambolzeerd. Maar ik ga nu ook even douchen en mijn haar wassen. De wimpers zijn er afgetrokken. Want ik... Nee, dit zit gewoon niet heel lekker. Ja, en ik had, maar dat ga ik nog vanavond laten zien, maar ik ga vanavond even iets zelf maken. Zo'n koordje voor aan je bril of aan je zonnebril, zodat die om je nek kan blijven hangen. Want ik zie er heet het heel veel en ik zag een hele mooie, maar die was 30 euro. Gaan we niet doen natuurlijk. Dus ja, ik ga dat zelf maken. Heel veel zin in. Meenemen op vakantie, huppatee. Ik ga nu lekker douchen, haar wassen, scheren. Wat? Wie willen nu niet vrij zijn, blij zijn en bemind? Wie wil nu niet vrij zijn, blij zijn en e-mail, ja, ik krijg er heel veel. Als ik mijn verhaal deel, ding, ding, is mijn ding. De geen verklaring, ding, ding. Ik hoef geen scooter met al de gedoeter. Ik zit liever op mijn computer. Fuck you. Ik lig s'nachts in mijn bed te dromen over later. Wat moet ik nou toch worden? Ik heb echt geen idee. Maar één ding weet ik zeker. Ik ga het later maken in de show. Zoals jullie konden zien heb ik lekker mijn haar gewassen en gefeund. Ik ging los. Kunnen veel zeggen, maar ik ging echt los. Mijn weekvlog 2 deel 1 is nu aan het opslaan. Dan ga ik hem daarin inplannen. Ik denk gewoon voor maandag. Omdat, ja, dan is het gewoon een nieuwe week. Dus ik dacht, dan plaats ik hem gewoon dan. Dus dan moeten jullie nog even geduld hebben. Heeft helemaal geen zin om te zeggen, want deze komt nog later dat jullie het zien dan niet aan die vlog. Maar oké, ondertussen kijk ik nog steeds lekker YouTube. Ga ik straks, als deze is opgeslagen,
van vandaag ook al editen. Want dat is gewoon het handigst. En ja, gewoon verder chillavondje. Ik ga zo lekker chips eten. Daar heb ik echt zin in. Ik heb zo lang geen chips gehad. Dus let's go. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En zoals je kan zien, moet ik even lekker mijn gezicht wassen. Ik heb er al best van een ochtendje op zitten. Ik was echt heel vroeg wakker. Ik was om 8:30 al beneden. En het is nu 11:55. En ik heb even mijn vlog ingepland voor maandag. En ik heb... Ik krijg allemaal appies. En ik heb YouTube gekeken. Ik heb een wasje gedraaid. Ik heb de vaatwas eruit gepakt. Allemaal dat soort dingen. En verder gewoon heel chill. Nu ga ik... Oh, van mijn dagcreme in mijn oog. Oké, nou is al. Maar nu ga ik me even lekker klaarmaken. En moet ik vandaag mijn koffer inpakken. Want morgen ga ik om 1:00 al weg. Zijn met mama. En ik vind het zo leuk dat ze gewoon nog steeds niet weten waar we heen gaan. En dus we gaan dus naar mama Mia, en dat is in Utrecht. Maar wat ik dus, was Dylan's idee, geniaal idee. Wat we dus gaan doen, wat ik dus ga doen, want Dylan die kan pas later komen. Die is hier denk ik pas rond 5:00 of zo, denk ik. Dus die is er pas later. En wat we dus gaan zeggen, want Dylan komt dan naar het station Utrecht. En ik denk dat mama en ik dan daar ook gewoon heen gaan lopen. En dat ik dan gewoon ga zeggen van... hoe heet het nou? Dat ik ga zeggen van... Ja, en Dylan komt hier nu heen met de trein. En dan gaan we verder met de trein naar de eigenlijke bestemming. En dan denk ik, mama, echt, what the fuck? Want de hele middag als ze in Utrecht zijn, gaan ze denken... Wat kunnen we hier in Utrecht doen? En ik denk dat ze dan al heel snel gaat denken van... Oh, Mamma Mia, weet je wel. En dan moeten we natuurlijk niet hebben. Dus ik hoop dat het goed uitpakt. Want dan gaan we gewoon zeg maar naar een andere stad gaan. En dan is het nog helemaal... Hey, what the fuck? Dus dat is gewoon top. Dat is gewoon hartstikke leuk. Dus oké. Ik moet dit even... Ik ga hem klaarmaken. Ik ga mezelf even fixen. Ik heb mij klaargemaakt. En ik ga nu even lekker lunchen. Want papa die had echt heel lief... twee heerlijke pekan broodjes meegenomen. Dus dat ga ik nu even doen. En ik... ik keek All Together Now, dat programma. En het is zo leuk. Echt gewoon... Het is echt... Met die nummers neem je echt iedereen mee. Je zit gewoon lekker te swingen en te doen. En het is gewoon top. En ik heb de hele tijd van... Oh ja, kut. Ik moet dit ook nog meenemen op vakantie. Oh ja, en dit ook. Dus eigenlijk moet ik dat even opschrijven, want anders ga ik het natuurlijk weer vergeten, want ik ken mezelf. En ik heb er nu al een trui en twee broeken in liggen. Ja. En twee boeken. Mijn stelton, want dan kan ik stijl, krullen, weefs, ik kan er alle kanten mee op, dus dat is gewoon chill. Zonnebrand. En... Wat had ik er nog meer in liggen? Shampoo en haarmasker. Dat heb ik er al in liggen. Top. Eromheen liggen nog heel veel kleding. Maar ik moet even kijken van hoeveel dagen kan ik redden met deze kleding. Waarschijnlijk heel veel dagen. Want ik heb ook wel een jurk die misschien 2 keer aan kan doen. En dit en dit kan ik combineren. Dus en zo. Maar ik vind het wel lastig. Ik had toch even gekeken of ik nog in mijn spijkerbroekje van vorig jaar paste. Lukt. Ik hoop dat hij nog wat uit kan rekken, zeg maar. En ja... Goed verhaal. Ik ga lekker lunchen. Ik ga lekker genieten van mijn pekanbroodje en All Together Now terug afkijken. En dan rustig mijn koffer inpakken. En ik vind het best wel spannend ofzo. Het wordt nu echt official. Gewoon 2 weken heerlijk weg. Maar altijd, weet je, die voorbereidingen zijn altijd spannend. Van, heb ik alles? Neem ik alles mee? Weet je wel? Ja. Planning koffer inpakken is even opgeschoven. Want aflevering 2 van All Together Now stond er online. Dus daar ben ik nu even van aan het genieten. Zo, het is een hele tijd later, het is 5:00 nu. En ik heb mijn koffer ingepakt. Voor grotendeels wat ik in kan pakken in ieder geval. Dus kleding, onderbroeken, sokken, schoenen in mijn handbagage. Dus ja, als haar, accessoires en dat soort dingen. Dus alles wat ik in kan pakken heb ik gedaan.
En ik ging hem dus wegen en hij komt dus op 15 kilo uit. Maar er moeten ook nog spullen van Dylan in. Dus dat is een beetje... Maar weet je, dan moeten we gewoon even kijken. En Dylan komt ook nog... Ik doe het trouwens heel raar, maar ik heb net even nagesplakt. Maar Dylan komt morgenavond, is hij hier. En zondag gaan we samen naar Almere toe. Dus ja, we moeten gewoon even kijken hoeveel spullen er van Dylan überhaupt bij mij nog in moeten. Want hij gaat zaterdag zijn koffer inpakken, dus dan weet hij dat ongeveer. Ja. Dus dat is even afwachten. Ik heb in ieder geval even mijn nagels gelakt. Het ging echt helemaal kut. Echt gewoon niet te doen. Het ziet er ook echt niet uit. Dus ik hoop dat het gewoon nu een beetje blijft zitten ook. Maar we zullen zien. En mijn teennagels. Maar ik haat tenen. Dus ga ik ook zeker niet laten zien. Wat ook gewoon helemaal kut ging. Maar ik ben gewoon geen held in nagels lakken. Maar oké. Ik ga even die spullen van nagels lakken opruimen. Ik ga, nou ja, mijn vader is nu even eten halen. Ik ga boodschappen doen in ieder geval. Dus het zal nog even duren voordat ik ga eten. Ja. Ja. Dat. De dag zit er alweer op, joh. Bijna. Nee, dat is niet waar. We moeten nog echt heel duurtjes. Maar het gaat wel snel, zo. En morgen, dus met mama lekker op pad. Heel veel zin in, dus ja. En s'avonds met deel natuurlijk erbij. Is heel veel zin in. Dus ik ga nu even spulletjes opruimen. En dat soort good morning. Today is die day dat ik met mama naar Utrecht ga. En s'avonds samen met Dylan en mama naar Mamma Mia de Musical ga. Oh my god, ik ben zelf ook fucking excited. Ik ben heel erg benieuwd hoe mama gaat reageren. Ik heb alleen gisteren zo'n domme fout gemaakt. Ik heb me gewoon versproken met dat we naar Utrecht gaan. Maar we gaan natuurlijk een... Utrecht is natuurlijk een tussenstop. En dus ja, oh, dat is heel dom. Maar verder, ze heeft nog geen idee. Ze is ook niet iemand die gaat doorraden of zo. Die doorgaat vragen of iets. Laat het gewoon nu op zichzelf afkomen. Het is lekker weer, want de zon schijnt echt heel mooi. Dus dat is echt heerlijk. Dus ze gaan lekker genieten. We gaan om 1 uur de trein. Het is 11 uur. Ik zeg het over 2 uurtjes pas. Maar ik ga zo meteen dan even lunchen of zo. Maar ik dacht, ik laat even mijn outfit zien. Want die vind ik gezellig. Deze trui is tweedehands van, ja, kringloop. Ja, logisch. Dus die is tweedehands. Deze rok is van Sissy Boy. Die heb ik al een tijdje niet aangehad, maar echt heel leuk. Kettingjes, deze heb ik op een marktje gekocht met Dylan. Deze ketting is van The Edit Guide. Oorbellen heb ik niet in. Ik heb even mijn Converse aan met stippen panty. Dus ja, ik vond het wel een cozy, gezellig lookje. Ik ben hier met mama in Utrecht. We hebben al heerlijk geshopt, we zijn hier al even. En nu lopen we naar het station, want Dylan is nu met een paar minuten op station. En dan gaan we daar nu weer het centrum in. En mama heeft nog geen idee waarom we hier eigenlijk zijn. Nee, ik heb geen idee. Nee. Ze is top. We gaan het leven. Ja, dus nee, maar stop. En ik hou me nog steeds stil. En dat, ja, dat is wel heel knap. Maar, dat is knap, hè? Dat is heel knap. Ja, dat gebeurt niet vaak dat ik dat doe. Nee. Maar we lopen nu naar Fabiano's daarvoor, want daar komt Dylan heen. Dus dan gaan we lekker met z'n drietjes verder opstappen. Wij zitten op rij 7. Op rij 7? Ja. Wat vind je van de verrassing dan? Geweldig. Ik had me geen betere verrassing kunnen maken. Ik vind het helemaal top. Ik ben helemaal blij. En we zaten eerst op rij 25. Dylan is trouwens ook. Gelukkig wel. Gelukkig mocht ik zelf ook mee. En we zaten eerst op rij 25, hadden we voor geboekt. Maar we zitten nu op rij 7. We mochten naar rij 7. Dit is top. Dus nu gaan we lekker van de musical genieten. Hij begint bijna volgens mij over een kwartier of zo. 10 minuten. Dus ga lekker genieten. Doei.